Hallo de beste kijkers van Mr. Mike Fiep, ik ben Tyler vandaag en ik niet alleen, ik ben vandaag samen met Midor en Lars. Ja, Midor en Lars en wij, dat zijn twee klasgenoten van mij. En wij hebben een nieuwe serie voor jullie, dat een beetje lijkt op de oude serie die ik had, Platos namaak. Die had 2000 views en 1000 views, sorry. En dat was echt baas en daarom hebben wij nu ook zoiets als dit. Een nieuwe serie en oud, je kan niet slaan alsjeblieft. Oké. Dit is waar we beginnen. We hebben allemaal één broodje gekregen zodat we niet meteen dood gaan en niet te veel springen. En ik denk dat we gelijk de taken een beetje gaan verdelen. Ik denk, ik en Midor hakken even de boom om en Lars hak jij even alle dingen weg. Alle seeds? Alle seeds, ja. Oké. Ik denk dat het belangrijkste is als we eerlijk zijn. Het doosje weg. Wel. Serieus? Als je weg is, moet je hem echt terug. Oké. Nou, en wij Hallo? Gaan gewoon... Nou, bel je wel terug. Nou, dat is Midor trouwens. En wij gaan gewoon Spike leren en... Ja, we hebben binnenkort, maken ook wat challenges. En ja. We moeten die challenges verbrengen en Midor crasht, volgens mij. Ik denk het ook. Lekker. Oh mijn god! Dit is echt het kutste wat in de serie. Oh nee, we moeten alles even terugzetten. Nee, gewoon verder gaan. Oh mijn god. Oh, je stort echt vreselijk. Knip het. Haal gewoon even de bomen weg en dan laat dat. De saplings hebben hard nodig, want ze hebben geen anders. Oh, als we de saplings niet krijgen, dan zijn we echt fucked. Ik heb maar daar hebben we al twee bomen. Oh, oké. Ik maak even een crafting table. En misschien is het ook wel handig om chests te doen, hè? Nou, ik heb een sapling in ieder geval. Okay. Oh, ik ook. Eén open sapling. Oh, je plant maar gelijk terug. Precies onder die oude. Ah. Dat kan ik echt niet meer zien. Oh, hier. Ja, ik kijk wel even. Dat was hier. Oh. Ik heb best wel veel bloemetjes. Die bloemetjes doen niks. Nou en? Ik heb 10 hout. Nee, maar laat. Hier. Ach, deze crafting table. Ik maak even een hole. Dan kunnen we in ieder geval farm maken van de seeds. Die Lars maakt. Dus goed, ik heb al bijna een stack. Ik vind... Alleen, we hebben hier water. Hey, Tyler! Tyler, kijk. Hij maakt dit wel een mooie plek. Hier waar je hier in het midden om een mine te maken. Kijk, Tyler. Maar dan moet, het moet niet zo'n basic mine zijn, want het moet gewoon wel een mooie ingang zijn, zeg maar. Toch? Ja, ja. Soms heb je echt een beetje echt een robot. Echt vreselijk klinkt. Ik? Ja. Wacht, wat ik voorstel is omdat er nu niet echt water bij ons zit. Daar misschien wel. Oh, wacht, ik weet wat. We gaan hier een heel groot, hele grote farm maken. Dus moeten we even daar boven komen en dan een glasblokje kapot slaan door het water naar beneden stroomt. Oh nee, niet doen. We mogen toch geen glas kapot maken? Nou, niet veel. Oh shit, ik kan nu al niet rennen. Oké. Oké. Ik heb al echt gewoon bijna een stack seeds. Ja, dat is wel genoeg, dat is wel genoeg. Nou, haal gewoon oud. Oh, sorry. Hey, maar Tyler, vind jij dit een goede ingang voor de mine hier? Ja, die kun je net goed zien. Ja, maar die mine moet wel mooi zijn. Ja, dat zijn het ook. Alles moet mooi zijn. Zeg maar, tot en met... Fire, mag ik me geen maken aan die ingang? Wat wil je maken dan? Van die mine. Mag ik een ingang? Ja, gaan we alvast mijnen, ja. Oké. Ja, stel je komt een beetje van iron tegen, dan kunnen we ook gewoon buckets maken. Hoeven helemaal niks te slopen. Ja, nou dat lijkt me wel best mooi als we zeg maar het water dat we gebruiken van het dak omstromen. Ja, oké.
Maar ja, het is het mooiste misschien als we gewoon niks lopen. Ja, dat eigenlijk wel. Tyler. Ja? Moet ik dus iets aan jou geven of? Nee, hier. Kijk eens. Oh nou, dat is niet slim. Nou, hou het nog wel even. En help me even, zeg maar, dit helemaal kapot te maken zo. Mag ik hem, mag ik wat hout? Hier. Er ligt daar verder op een crafting table. Ja, dat heb ik gezien. Oops. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Wow, we moeten echt snel beginnen aan die dinges. Aan de farm? Ja. Ja, ik begin ook weer gewoon. Oké, hoe gaan we het doen, de farm? Zo. En dan kijk, dan maak ik hier zeg maar zo'n ingang bij dat hout. Dus maak ik hier zeg maar een goede ingang. Zeg maar met fences en dan hier onder water of zo. Hier komt er water. Oh, we moeten echt snel beginnen, want ik kan nu al niet meer rennen. Je hebt toch geen broodje nog? Nee, die heb ik al opgegeten. Ik ga er niet rennen, sprinten, zo, springen. Dat is wel goed, Mieder, maar we moeten nu echt gaan mijnen. Ja, ik ga nu ook een... Zal ik even een chest maken? Oké, ik maak even een pickaxe. Een stone? Nee. Jongens, boys, we hebben een cave. Ja? Ja. Hoor? Ja. Nice. Nou, kom maar even uit. Nou, ik ga eerst nog niet erin. Ik ga eerst nog even wat dingen mijnen. Ja, wacht. Kan je heel veel 9 stone hakken dat je echt voor ons alle geen pickaxe kan maken? Waar zou ik de chest neerzetten? Zet hem maar naast de crafting table ofzo. Oké. Okay. Ik heb dus... Oh wacht, het is nu een private chest, dus ik moet hem even unlocken. Unlock. Oh nee, gewoon dit. /cmodify. Hier, kan je hem openen? Doe dat, /cmodify en onze namen. C-modify. Ik doe het al, ja? 10. Of ben je al bezig, Loos? Ja. En kunnen jullie hem openen? Nee. Je moet hem slaan. Nu? Nu? Hé, hey, Mie, ik ga... Ja, ik kan hem openen. Mido, kun jij hem openen? Ja. Ik ga maar pakken. Hier, jongens, ik heb voor iedereen een pickaxe. Thanks. Voor jou er een. Voor jou er een. Ik heb er een. Oké, heb je al... Wat doet dit hout? Heb je al hier je home gezet, ja. Midor? Ja, ik wel. We hebben laten onze home zetten, want anders gaat het niet echt. Holy shit! Wow, een skeleton. Super veel ores hier al. Iron, redstone, lapis. Ik maak hier even een trapje. Ik heb geen eten. Nee, ik ook niet. Ik heb lapis lazuli! Oh god, ik ben echt een noob. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ga ik wel een keer mee. Oh god, help! Like a ninja. Damn it. Botten! Nee, geen botten. Ik heb kool. Ja? Ja. Een spin! Spin hier! Er zit een spin achter me aan. Oh, best wel veel kool. Help! Oh ja, yes, er is een boom gegroeid. Hier is de spin, jongens. Hallo. Oké. Okay. Ja, hier ook. Misschien hulp. Maar ik ren even weg. Nee, ga weg, stomme rotspin. Nee. Dit is echt... Ah, ik word helemaal gek. Iedere keer stoer. Ga weg. Hé, hier is een boompje gegroeid. Chill. Oh, holy shit. Een zombie. Ah, ik gooi hem in de lava. Ja, dat zie ik. Ik ben boven hier. Zo, ik heb een trap voor je. Dit kan je niet mijnen. Nee, dacht ik, maar sommige dingen wel, maar... Hé, hey, die kool is wel handig. Kijk uit of er shit ligt, hè. Als we nu diamonds vinden, zijn we gemaaid.
Ja, we hebben helemaal geen Iron Pickaxe of zo. Maar het is toch fijn dat het zo dichtbij is? Ja. Tyler, kijk uit dat je niet in de lava valt. Ik zal het proberen. Maar ik ben het ook vrij snel Iron vinden hoor. Het is en blijft Iron dus. Ja. Hier gaat de cave verder, hier wel waar ik ben. Oh nee. Shit. Maar we hebben echt heel snel Iron nodig en eten. Eten denk ik eerder. Ja, omdat u hier op de bodem zit, gaat het nog wel lastig. Ja. Want we zitten onder het water. Nee jongens, ik ga ophangen. Ooit weer, ik moet stoppen met opnemen. Mensen, heel erg bedankt voor het kijken. Laat een like achter, subscribe op deze video. Deel deze video met je vrienden. Ja, maak deze video je favoriet video. En ja, ik zie jullie in de volgende video denk ik. Video. Hebben jullie nog iets te zeggen? Nope. Oké, peace.